De brand lijkt inmiddels onder controle. Het vuur heeft ongeveer een uur flink gewoed hier in het pand waar gietvloeren worden gemaakt. Het zou volgens buren gaan om een opslag, een magazijn waar materiaal wordt opgeslagen voor dus die gietvloeren. De wind staat gunstig ten opzichte van Waspik, staat van het dorp af. Veiligheidsregio heeft wel geadviseerd om ramen en deuren gesloten te houden. En de ravage zal voor de eigenaar enorm zijn. Er waren geen mensen in het pand, maar financieel is dit natuurlijk een flinke strop.